In 1975 overleed de legendarische Surinaamse zanger Lieve Hugo, koning van de Cacico en geliefd bij alle Surinamers. Zijn bijnaam Ico, een verbastering van Hugo. Hugo had een personality. Die man stond daar, had charisma en iedereen, hij was een blikkenvanger. En hij hoefde alleen maar een van zijn liedjes te doen en iedereen, wauw, begrijp je? Nederlandse en Surinaamse zangers onder begeleiding van het Metropoolorkest gaven een eerbetoon aan de man die van Cacico popmuziek maakte. Het supertalent, een beetje nieuwe Cacico-stijl, een andere wind van de Cacico-stijl. Goede kwaliteit muziek, bingo. Kijk, die man was ervoor geboren, hoor. Talent. Niet een ieder. Hij had een talent die net Sam Koek, Otis Redding, yeah. Weet je wel, Miles Davis. Al dit soort artiesten, die moeten ervoor geboren zijn. Lieve Hugo die ging gewoon een stuk door, man, een uur lang. Een uur lang met zijn bezweet bovenlijf. En die man, ja, als je nou maar zeggen, hij regeerde. Hij ging tekeer, hij zweepte het publiek op. En ik keek zo op tegen die man. In drie delen aandacht voor Lieve Hugo en de Cacico-muziek. In het eerste deel de jeugd van Lieve Hugo en antwoord op de vraag, wat is eigenlijk Cacico? We zijn dus uit deze groep. Dat is Van der Kust. Dat is Perotti. Dit was een Sedatiegroep waar wij lid van waren. En deze groep, behalve Perotti en Van der Kust, spelen dus muziek voor deze groep. Ja? En hierdoor zijn wij dan via Abotai beland in Washboard. Men zei altijd Washboard onder Plato, dus onder leiding van Plato. En dat de heer Gietel, Jan Gietel. Want het was Gietelband. En later hebben wij gevraagd welke naam zullen we geven. Toen hebben wij, jij vooral, voor Washboard gekozen. Omdat Washboard alles wast en schoonmaakt. En wij speelden alles. Hugo. Lieve Hugo, later Lieve Hugo, want hij was gewoon Hugo toen hij bij ons kwam. Ja. En later is hij Lieve Hugo, de lieve jongen geworden. Magische drummer, hij was echt een goede muzikant. Poka baka drum, weet je wel. Blij echt met hart en ziel. Ik heb hier gewoond, Waldijkstraat, Frimangrong, meer bekend als Frimangrong, Waldijkstraat, nummer 126. Hier ben ik toen geboren en hier heb ik mijn hele jeugd meegemaakt tot ik naar Nederland vertrokken ben. Marita! Marita, Mia Twig! Hé, hey, bello, bello, bello! Hugo Concro, kom bij die Mikon geboren. Hoe groot zijn we daar natuurlijk? En ben de Amoro Bigiwang. Dan ik ook eens met Bigi Sagusha. Dan naderhand Mikon ik laatst of mijn ma. Jari die zie, na Jami Kumba Teberi. Ja. Alles ma ben de wang. Mima ben de minechte ma. Minechte ma ben de mima. Mi tante ben de mima. En zo was het hier. Yunanga rinya ben da grong. Mi ben da sodro. Manga etwi. Sana tani yo mem luko in fuera. Kongo luko ente pembe kroipi, pembe giler kroipi. Pembe giler waka. Strijkplank ben de lid, ja, zo is het. Alles is hetzelfde. Ja, hetzelfde.
Die Hugo best. Ja, die Hugo best. Ja, dat ben ik niet. Ja, ben niet. Hij was de oudste toch? Dan is dat toch? Dan ben ik content. Ja, de weer mooi krimpen in die. Ja, de was. Maar ben Freda wat raar. Hoe ben je aan gas korosrefi? Weet je wel, ik ben Dukunu, ik ben Tja in Libi, maar hij was. Ja, familie taking. En ik ben een koekje. Maar dat ben ik. Ik ben post-stevig. Hij was een sterke man. En ik ben met grap naar hem. Zijn ik ben met zijn nafeti. En hij bevond hem. Ik zag om een man die ik vond dat hij naar veel man kon zien. Maar hij was een rechtpak. Ik ben alle spreken zodanig dat Bigisma ben lobbing. Alla Bigisma dan veel man kon bijna ben lobbing. Alles aan naar Hugo af en zich hoor bakken. Ja? Wie nou weer gezellig aan het kind dat ze zijn? Hij is een goede borrel. Hij is een goede borrel. Hij is een goede borrel. Kennismaking met Kasiko of het herleven van het Kasiko-gevoel moet je laten bewegen. Wat ik als muzikant en als Surinaamse muzikant belangrijk vind, is dat we die elementen gebruiken, onze Surinaamse klaven gebruiken, onze Kasiko-klaven gebruiken en de ritmes en die karakteristieken uit de Kasiko-muziek gebruiken en ze ook goed gebruiken. Die elementen, je kan ze niet alleen maar opschrijven. We hebben ze opgeschreven voor ze, we hebben die noten opgeschreven, maar je kan ze niet alleen maar opschrijven, je moet ze voelen. En ik vond dat de basis van het orkest, dus de ritmsectie, omdat het om dansmuziek gaat, dat mensen moesten zijn die het in ieder geval kunnen voelen en het kunnen delen met de rest. De klave is de leidraad. Dat is de ritme als je gewend bent naar muziek te luisteren in Latin, in de salsa muziek, daar heb je ook die clave. Tak, 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 2-3 of 3-2 clave. In de Surinaamse, in de Kasiko muziek heb je dat ook, you know. Pam, 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 tak, 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 tak. Touch, 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 touch. Belangrijk element. De scratchy daartussen. En die kleine cymbal die daarboven slaat. Ook heel belangrijk. Het is van absoluut belang. Lekker zeg. Ho, ho. Lunchpauze. Thank you.
Ik heb Hugo eigenlijk leren kennen als een man die meer in de wintersfeer zat. Weet je, hij zat er heel goed in. Hij kende al die wintersignissen. Als er een probleem was ergens, kon hij ook optreden om hulp te bieden. Dus bijvoorbeeld iemand raakt in trance. Weet je, ga uitvinden welke wintie is het. Hoe moet je de wintie behandelen? Daar was hij goed in. We zaten in Holland en we moesten spelen in Lido. Daar moesten we spelen. En terwijl ze bezig waren, was er een paar daar in de zaal. Twee Surinamers, een dame en een heer. En op een gegeven moment raakte die dame in trance. Die meneer raakte in trance. En je weet ongeveer hoe dik die pilaren van Lido zijn. Nou, die man heeft hem helemaal bewerkt met zijn hoofd. En er gebeurde niks met hem. Dus toen was het Hugo die bijkwam om de zaak weer te kalmeren. Ja. Ook die barkeeper, Bakra, die staat al die tijd maar, jongens, missie. En plotseling vloog hij over die bar en hij lag daar ook wel. En moest Hugo weer invallen. De meeste van die kasekoliederen zijn afgeleid van die wintipoko van toen. Dus je hebt het een andere vorm gegeven. Als je bijvoorbeeld Lelo zou spelen op die wintifasie, is het weer. Lelo, 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 is een ander tempo. Maar ik kan zeggen, lelo, lelo, zo, no, lelo. Het is hetzelfde lied, maar verschillende tempo. De solisten die die naar Suriname zijn gegaan om te gaan leren Surinaams uit te spreken en de Surinaamse liedjes te zingen. Kijk, dat zijn dingen. Ik zou graag willen dat we een concert neerzetten en dat iedereen kijkt en zegt en iedereen kijkt en luistert en ze denken: wauw, dat is nou, wat een verademing, wat leuk om dit te horen. Het moet gewoon goed klinken en dat is best wel een probleem. Want ik bedoel, je hebt weinig tijd om mensen echt te leren Surinaams te spreken of Surinaams uit te springen. En moeilijker nog, om Surinaams te zingen met de juiste frasering, juiste intonatie. You know? Dus dat is best wel moeilijk. You know? Dat gaat niet 1, 2, 3. Nooit. Ja, maar dat is voor mij niet zo gek, maar voor haar wel. Dat is nou, een beetje je moederloos. Nou, dat vind ik niet. Nee, ik had er toevallig laatst een discussie met iemand over. Kijk, ik ben in Nederland geboren en getogen en mijn moeder is niet Surinaams, hè. Oh. En ik ben grotendeels door mijn moeder opgevoed. En die komt uit British Guyana. Dus ik ben Engelstalig opgevoed met een klein vleugje Surinaams. Oh, okay. Dus dat is niet zo vreemd, nee, dat ik het niet helemaal ken. Ik versta het wel, maar wat voor mij heel frappant is als ik zeg maar Stranantongo hoor en ik lees het op papier, is het
heel anders. Ja. Snap je hoe het is geschreven? Maar kijk, dat is logisch, hè? Ik bedoel, Frans schrijven en Engels schrijven. Natuurlijk. Je schrijft het anders en de uitspraak is anders. En dan heb je natuurlijk nog de interpretatie van klank. Ja. Ja. Dus dat is gewoon een taal. Dat is overal zo. Ja. Dus dat is eigenlijk te verwachten, hoor. Ja. Nou, maar dat is toch wel even switchen. Ik vind het best moeilijk. Ik vind het best moeilijk. Maar S, een Kawina nummer. Ano Frede, me Frede. Ano Frede, me Frede. Ma brok e de me tide, no ma kayoso. Ano Frede, me Frede, ma. Ma brok e de me tide, no ma kayoso. Waarover gaat het niet, Maes? Ding, sma voor vroeger, de be abi to vrouw. Ja? En te de ben gewoon een presie. Dat den to vrouw dat maar dan zag den schreef je. Weet je? Dus haar osse vrouw dom. Maar man, no man tegen vrouw, zei de mechaniek kon in. Dus dat oudsini, dat vrouw je verstaan. Dus het is een boodschap en dat is ook een kenmerk hoor. Ja, dus nou, als moeder, maar dat is de werkelijkheid. Zo waren die mensen van vroeger. Ja. Ze spraken niet. De bedwenningen was in zingen. Vooral toen hij echt populairder was geworden. Migala. Meid, tabello, bimeid. Maar dat was ook alles hoor. Tijd na de show was het ook afgelopen. Ja. Ja. En dat ik dacht van, jongen, dit is mijn lobby Pokémon. Maar ik ben een Pokémon, hè? Want je hebt niks aan die man. Je hebt niks aan die man. Want kan de Annette die zei, ja, je mag gewoon naar dansen, die weet je. En na het dansen, mijn mag gewoon aan het raam, wat dat sorry, kan. U gaat nu het nummer Blakarosu Bossi meedoen met Replay en Oscar Harris. Onze legendarische artiest hier, Oscar Harris. En we hebben nog Mario, Alwin, Sam en Henk van Replay. Onze nieuwe generatie waar we trots op zijn. Dus, laat ze zingen, ja. Tempo ook over. Ja, tempo ook. Maar we doen het samen. Twee uur zet een pas op weg. Bakarosu no yegwe. Wanzi zambaza nego membre yu ina dibi boni haji la karozu hij was voorman van de werkverschaffing 7 even elke dag wanneer hij van het werk ging bracht hij ananas voor me, twee grote, elke dag naar de auto, daar tussendoor. En zoals die Staanse mensen, Helen Kebai, omi go, mo fodoro. Oma, dan was je pas begonnen met papa? Ja, was ik pas begonnen. Ja, oké. Okay. Dus scharrelde je pas. Nee. Dus met twee ananassen heeft hij je eigenlijk gepakt. Nee. 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 Met twee ananassen. Nee. Ik was op een vijf met een vriendin van me, helemaal achter Sarom. En hij was daar. En je zag de mooie zwarte man. Nee, hij zag me. Heeft hij aan mijn vriendin gevraagd. Zoemana mooi kapitein is. Een abigai. Ja, ik dacht nou, een vriendin van mij. Maar dan kwam hij me steeds al om te dansen. Met hij en ik dacht, van je man die zo afvangt aan mij. En het is ook gebeurd. En hoe ging het verder? Nee, daar waren we op de fiets gegaan en toen, het was afgelopen tegen 1 uur, 2 uur. Heeft hij je naar huis gebracht? Heeft hij me naar huis gebracht, dus hij reed mijn fiets, want Elina en ik waren op de fiets.
ben ik achter hem gaan zitten. Zo. Dan moest ik hem vasthouden. Knus, knus, knus. En ik dacht helemaal eigen, dat was een mollige man. Be mina na yo be mozi brasa. Ya yo om ker yo om. Di ma bu ni de bi di ma. Ik hou natuurlijk heel veel van muziek. Kaseko muziek is niet per se muziek die ik zing. Ik zit veel meer aan de rockkant of aan de balladkant van wat ik op dit moment doe. Maar ik hou ontzettend van calypso, ik hou van Kaseko, daar kan je zo lekker op dansen. Dus het is heel erg leuk om dat nu eens een keer met mensen hier te voelen, hoe dat voelt. Weet je wat me opviel? Het is eigenlijk feestmuziek, maar ze zijn bloedserieus. Bloedserieus, kan geen lachje vanaf. En ook, ik moest zo lachen, we hebben dus die masterclass gehad van Lisbeth. En gisteren met Stoffie. En heel duidelijk waren ze wat er, hoe het moest. En voor mijn gevoel hebben wij twee verschillende kanten gehoord. Dus wij moesten wel daar een beetje om lachen. Want op een gegeven moment zeggen ze, het is een groove en je moet gewoon improviseren. Maar op het moment dat we ook maar één nootje anders doen, zeggen nee, nee, nee. Even luisteren. Spelen wat dat zijn. Stoffie is de muzikant die. Een man. Ik ben een man. Een echte Surinaamse man. Hé, heren! Arte! Arafre en Dubai. Maar de manier hoe hij het speelde, dan zie je dat. Je moest doorgaan, maar anders komt er niet overheen. Dat is eenmaal. De timing vond ik heel erg interessant. De timing van Stoffie gisteren was veel meer van nu. Heel goed, heel goed. Er was veel meer een muzikant die speelt en die dat doet en die dat leeft. En zo hoort het ook met muziek, hè. Muziek moet natuurlijk wel doorgroeien en groeien met zijn tijd. En daarom was het heel leuk om die twee dingen tegelijkertijd mee te maken. De timing van Lieve Hugo was ook veel meer die timing van Stoffie van gisteren. Die timing van Maes, dat was bijna Afrikaans. En dat vond ik echt wel helemaal te gek. Om dat even te horen, ook die stem. Maar weet je, ik had hem een keertje gevraagd, ik dacht maar Brugo, want ik noem dan Brugo, hè. Ik zei Brugo, maar ze zijn jompo, zei je jompo. Dat is Cisa, dus deze is mijn jompo. Deze is mijn jompo. Dat is zo lekker.